Is al dat vechten nou echt nodig? Kunnen we niet praten met een glaasje limonade? Nee! De keizer veracht limonade. Niks zal zuur en zoet mogen zijn. Ik ben echt klaar met die gasten. Laat de moords met rust. De keizer is echt vreselijk. Vijanden uitgeschakeld. Je vrienden zijn veilig. Voorlopig. Laten we aan Mort vragen wat er aan de hand is. Jij bent de allerbeste. Wij beschermen de boel hier. Ga je ding doen. Riven is weer onze. Jij zorgt voor ons en wij zorgen voor je. Sorry dat je ons weer moest redden. We wilden het zelf doen. We hebben de zoekboter al opgeknapt. Maar door een van die dimensionale dingetjedangers kan hij niet opstijgen. Ten eerste, dit was niet jullie schuld. Ten tweede, laat de dingetjedangers aan ons over. Omhoog erbij! Trouwens, dit hier is Kit. Hallo Kit. Een vriend van Rivet is een vriend van ons. Hallo? Dat is Maynard, de hulpot van de moord. Hij leidt ons naar de zoekbotigen. Wegvagen. Kom op, we moeten Maynard blijven volgen. Rivet! Ben ik netjes smakeloos? Mijn warme welkom verstoren. Daar heb ik lang naar gewerkt. Vind je het goed dat ik van een afstandje toekijk? Ik ben
echt uitgeput van het vermorzelen van je vrienden. Eerlijk gezegd heb ik wel eens een beter verzet gezien. Veel praatjes voor een hologram. Waarom zou ik mijn energie verspillen vechten? Jij en je rebellen zijn straks verleden tijd. Net als deze slibberige planeet. Sargesso is echt Sargetsi. Ik wil dat hij hier komt, dan zaai ik mijn hamer in zijn gezicht. De keizer eist jullie onmiddellijke opsluiting, trouwe loyale onderdanen. Onze soldaten helpen jullie met gehoorzamen. Is erg doortastend. Het komt goed. We bevrijden de zoekpotigen en dan zal de strijd gaan keren. Echt waar? Thank you.
Spieren verdwijnen!
Zo cool! Dat ziet er mooi uit. Maar waar is de uitgang? Met Clank en... Dit is precies wat ik... had voorgesteld. Kit? Kit! Je leeft nog! Ik ben zo... Wacht, waar is Clank? Dit... Dit is een elektrische bol. Ah, je hebt je training onthouden. Hij reist met Ratchet naar Ardolis. Jullie kennen elkaar? Hij helpt me om deze dimensionale afwijkingen op te ruimen. Dus daarom voelt dit allemaal zo bekend aan. Is dat zo? Fascinerend, een soort dimensionale déjà vu. Maar goed, wil je helpen? Absoluut. Laat die spinnerveer er niet uit, denk je? Misschien heeft hij een boost nodig. Intrigerend. De spinnerveer zet de dimensionale energie om in actie. Wauw, ik voel me gelijk lichter. Zo snel als Clank. Hoe slecht staan we ervoor? Nou, we staan aan de rand van de afgrond. Dimensionale. Dus, wat vind jij van Clank? Getalenteerd, vindingrijk, erg glimmend. Mee eens. Ik snap waarom hij jouw tegenhanger is. Wat bedoel je daarmee? Het is een compliment, Kit. Voor jullie allebei. Wat vind jij dan van Clank? We hebben nauwelijks gepraat, maar ik ben blij dat mijn tegenhanger een goed iemand is. Maakt hij je daar zorgen over? Niet geheel onbegrijpelijk. Nou, dat vind ik niet. Jij bent goed. Nee, geweldig. Dus hij natuurlijk ook. Materie naar energie? Wat handig. Thank you.
Keizer heeft energie nodig. Bij Ratchet is, betekent dat dan dat jij hier met Rivet bent? Zoals het is voorbestemd. Denk je dat dat is wat er aan de hand is? Ik weet het niet. Met Ratchet werkte ik goed samen, maar ik was altijd bang om hem teleur te stellen. En dat ben ik ook bij Rivet. Maar het voelt ook alsof we elkaar al kennen. Nou, voorbestemd of niet, ik hoop dat Rivet ziet hoeveel geluk ze heeft met jou. Ik wil het proces niet verstoren, maar ik denk dat hier nog meer bollen te vinden zijn. Die spinnenveerder heeft energie nodig. Als ik advies mag geven, misschien is het goed om in dit gebied naar meer bollen te zoeken. Die spinnenveerder heeft energie nodig. Kit, je weet dat je het beter hebt gedaan dan ik zou kunnen als ik in jouw schoenen stond. Toch? Wat? Je ging het onbekende tegemoet. Zonder een vangnet. Je deed het laatste dat je ooit zou willen doen. En het lukt je nog ook. Dat had ik echt nooit gekund. Maar je doet het wel. Je probeert in te vallen voor je vader. Helpt mij en Clank hier doorheen. Dat doe jij. En het lukt je ook nog. In dat geval... Hup, wij! Hup, wij. Heeft energie nodig. Ontzettend bedankt, Kit. We laten die klieren wel eens zien met wie ze te maken hebben, weet je wel. Voort graag. Lekker bezig. Wil je dat opblazen? Je kan het wel overhalen. Geen rechte lijn naar de gevechtskruiser, maar met het slingerschot komen we dichterbij. Oh, we hebben het daar!
gevonden. Fijn dat ik kon helpen. Oh, je gebruikt mijn eigen zoekpoten tegen me? Oh, altijd leuk om te zien hoe iemand zichzelf als schut zet. Ja, hoe kan je ooit denken dat je die Nefarious kan verslaan? Juist, echt waar, ik duim voor je, Rivet. Nu wil ik zien hoe ver je kan komen voordat ik je vermorzel. Nu wil ik zien hoe ver je kan komen. Nou, daar kom je wel achter. Verwoesten in een paar minuten. De keizer gaat heel Sargasso verpulveren. Mag ik proberen, maar ik laat hem mijn thuis niet vernietigen. Laat het moederschip maar aan ons over, Rivet. Wij leiden haar af met onze irritante zoektantige. Begrepen. Wij pakken die gevechtskruisers. De generatoren op het dek van die kruisers zijn geen probleem voor Trudy. Pak aan! En dat! En vergeet deze ook niet, weet je wel? Vernietigd.
zijn? Geen een van onze wapens komt door die schilden heen. Ik heb echt geen idee hoe we daar langskomen. En we hebben wat bommen gemaakt van onze voorraad gelatonium. Daarmee kan je die schilden wel aan. Jullie kan ze oppikken en naar die kruisers gooien. Dat zijn die bommen waar Mort het over had. Pak er één. Ik ben benieuwd of hun schild het uithouden tegen deze dingen. Keizer Nefarious! Lekker, kid. Ga ze door. Ja, het is ook bom. Ik ben het wachten zat. Alle kruisers, vergroot straalkracht naar 120%. Varkenshol moet kapot. Er schudt en beeft hier van alles, Ribbit. We rekenen allemaal op jullie twee. Sarcasso wordt instabiel. We moeten snel handelen en die andere gevechtskruisers uitschakelen. Mayday, mayday, we zijn geraakt. We gaan in het water landen. Het komt nu op jou aan, Ribbit. Nee. Laten we die gevechtskruisers afhandelen. Kijk dat ze ons gaan stoppen! Focus alle kracht op de planeet! Verwoest alles! En verdelg ook al die vliegende wezentjes! Vervul ze! Ribbit, de verwoeststraal van die gevechtskruiser staat... Waarschijnlijke winst. En net op tijd. Ik streep je van de lijst. Op naar de Zordoemgevangenis. Over geen tradities. Laat ik eens gek doen. We zijn blijkbaar in een zakdimensie. Gelukkig weet die alleswetende keizer nog niet dat ik daar heel gemakkelijk weer uitkom. Nee, te ver. Kom op, Kloven. Werk even mee. Volgens mij hebben jullie een lange geschiedenis. Ja, zo kan je het noemen. Ik heb veel opgeofferd voor ons heelal. Vrienden, mijn arm. Komt dat door de keizer? Niet helemaal. Het was tijdens een missie. Ik zag een geheime ingang in de keizerlijke toren. Dus ik sloop naar binnen. Alleen, de deur was vlakbij. Ik wist niet dat een vechtbot van Nefarious mij zag. Ik wilde rennen. Ik was niet snel genoeg. En toen werd hij stil. Ik ontsnapte voordat hij me af kon maken. Maar ik bouwde deze coole nieuwe arm, dus dat is ook goed nieuws. Ribbit. Ik. Het is oké. Hey, kijk. Een uitgang. Moet je dit zien? Laten we naar Zurkies gaan. Misschien hebben Ratchet en Clank goed nieuws. Limonade voor iedereen! Rustig aan, schatje. Tot ziens! Oh ja, dat voelt goed toch? Op Ribbit, een vriend van alle Morts. Ik hoop dat het goed gaat met Ratchet.